Vandaag een antwoord op de vraag van Frans. Frans heeft een tijdje terug geprobeerd een vastendieet te gaan volgen. Dus een dieet waarbij je binnen een beperkt aantal uren op een dag eet en de rest van de dag vast. Alleen, na een aantal uren vol vasten op dag 1 van zijn vastendieet heeft Frans al moeten stoppen met dit dieet, want zijn bloedsuikerspiegel werd na een aantal uur van vasten zo laag dat hij allemaal vervelende klachten kreeg. Hij werd helemaal zweterig, trillerig. Hij kon niet goed meer functioneren. Hij dreigde flauw te vallen. Ja, dus heeft hij toen het vasten maar weer gestopt. Nu is de vraag van Frans hoe het kan dat zijn bloedsuikerspiegel zo laag werd, te laag werd, dat hij vele klachten is gaan ervaren na een aantal uren van vasten. Terwijl Frans heeft begrepen dat wanneer je aan het vasten bent en wanneer je koolhydraatreserves eenmaal leeg zijn, uitgeput zijn, dat je lever dan in staat is om nieuwe glucose te vormen. En dat dan met behulp van die glucose je bloedsuikerspiegel op peil gehouden kan worden. Dus dat een lage bloedsuikerspiegel te voorkomen zou moeten zijn als gevolg van die glucose die je lever dan gaat vormen. Maar toch heeft Frans dus na een aantal uren van vasten klachten ervaren die duiden op een veel te lage bloedsuikerspiegel. Dus de vraag van Frans is, hoe kan dat? Want je lever is toch in staat om nieuwe glucose te vormen? Dat heeft hij namelijk begrepen. Dus de vraag van Frans is, hoe kan het dat ik dan toch na een aantal uur van vasten een veel te lage bloedsuikerspiegel kreeg? Nou, Frans, het klopt wat je hebt gelezen, wat je hebt gehoord. Namelijk dat je lever in staat is om nieuwe glucose te vormen. En dat dan met behulp van die glucose gedurende uren van vasten, zodra je bloedsuikerspiegel daalt, dit ook wel weer verhoogd kan worden. En een veel te lage bloedsuikerspiegel, het ontstaan daarvan, met behulp van die glucose die je lever vormt, voorkomen kan worden. Alleen, het feit dat je lever in staat is om nieuwe glucose te vormen, wil niet zeggen dat jouw lever dat ook goed kan. Want de vorming van glucose, de nieuwvorming van glucose uit de afbraakproducten van andere voedingsstoffen, want daaruit wordt die nieuwe glucose gevormd, dat wordt ook wel gluconeogenese genoemd. De nieuwvorming van glucose door je lever uit de afbraakproducten van andere voedingsstoffen. Dat betreft een enzymatisch proces. Dat betekent dat dit proces mogelijk gemaakt wordt, gecatalyseerd wordt, versneld wordt door de enzymen. Dat zijn eiwitten die aanwezig zijn in je lever. Dat worden ook wel leverenzymen genoemd. Dat betekent tevens dat wanneer die enzymen, die leverenzymen, dus die enzymen in jouw lever, niet goed kunnen werken, dat jouw lever niet goed in staat is om dat proces gluconeogenese, de nieuwvorming van glucose, snel genoeg te laten plaatsvinden, want daar heb je goed werkende enzymen voor nodig, om je bloedsuikerspiegel na daling weer goed te kunnen verhogen, zodat het niet te veel daalt. Dat is dus kennelijk aan de orde geweest bij jou toen jij probeerde te vasten, maar klachten kreeg voortkomend uit een veel te lage bloedsuikerspiegel. Dus kennelijk werkten de enzymen in jouw lever, je leverenzymen, op dat moment niet zo goed, waardoor je lever niet in staat was om voldoende snel voldoende nieuwe glucose te vormen om je bloedsuikerspiegel na daling weer te verhogen. Dus moeten we het gaan hebben over de werking van enzymen. Wanneer zal die niet zo goed zijn? Wanneer zal die slecht zijn? Enzymen kunnen enkel goed werken in een milieu waarin een optimale, en dat is een licht basische zuurtegraad heerst. Dat milieu heerst echter niet wanneer na uitvoering van afbraakprocessen,
in je lijf, in je weefsels, in de cellen al daar. En dus ook in je levenweefsel, in de cellen al daar. En navorming van afbraakproducten, afvalstoffen. Dat zijn stoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen. Wanneer nadien de verdunning, neutralisatie en afvoer van die zuurtegraad verhogende stoffen niet goed plaatsvindt. Dan zal nadien de werking van enzymen, dus ook werking van leverenzymen, slecht zijn. Want die eiwitten, die enzymen, kunnen enkel goed werken bij een licht basismilieu. Dus een milieu waar de afvalstoffen van eerdere processen uit afgevoerd zijn. En ja, dan kan jouw lever dus niet goed een enzymatisch proces zoals gluconeogenese uitvoeren, de nieuwvorming van glucose. Dus kennelijk heerste er gedurende het vasten bij jou een niet optimale zuurtegraad in jouw leverweefsel, waardoor je leverenzymen niet goed konden werken en niet snel genoeg nieuwe glucose konden vormen. En dus kennelijk heeft hetgeen jij hebt gegeten voorafgaand aan het vasten, dus hetgeen je eet binnen je eetraam, zoals dat wordt genoemd, die beperkt aantal uren van eten op een dag, heeft er niet goed voor kunnen zorgen dat in de uren van vasten de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen goed kon blijven verlopen en die optimale zuurtegraad in je levenweefsel bewaakt kon blijven. Nou, wat is er nou nodig om met behulp van hetgeen je eet binnen je eetraam, dus de uren van eten, ervoor te zorgen dat de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen in je lijf goed verloopt, zodat gedurende de uren van vasten je leverenzymen wel goed kunnen werken en je lever in staat is om je bloedsuikerspiegel na verlaging weer te verhogen door nieuwe glucose te vormen? Dan moet hetgeen jij eet binnen je eetraam, dus de uren van eten voorafgaand aan het vasten, bijdragen aan het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf, ofwel het bereiken eerst eens van een goede voedingstoestand in je lijf. En dat wil zeggen, hetgeen je eet voorafgaand aan het vasten moet ervoor zorgen dat dat geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen veroorzaakt in je lijf en de eerder ontstaande tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf helpt oplossen. Enkel wanneer hetgeen je eet binnen je eetraam, dus de uren voorafgaand aan het vasten, namelijk ervoor zorgt dat de eerdere tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf opgelost worden en geen nieuwe tekorten veroorzaakt worden, dan zal er gedurende de uren van vasten een goede voedingstoestand heersen in je lijf en is jouw lichaam in het bezit van die stoffen om de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen in het lijf goed te laten verlopen. De optimale lichtbasis zuurtegraad in jouw weefsels en dus ook jouw leverweefsel te kunnen behouden. En ook een goede werking van enzymen, waaronder leverenzymen, in je weefsels, waaronder je leverweefsel te kunnen behouden. En dat is dus nodig, aangezien gluconeogenese een enzymatisch proces is om na verlaging van je bloedsuikerspiegel, wat aan de orde is zodra jij stopt met eten, je lever in staat te stellen om ook wel snel genoeg gluconeogenese uit te voeren, de nieuwvorming van glucose en met behulp van die glucose je bloedsuikerspiegel te verhogen en boven een ondergrens te houden. En klachten voortkomend uit een te lage bloedsuikerspiegel, zoals dreigen flauw te vallen, te kunnen voorkomen. Dat is dus kennelijk niet goed verlopen in jouw lijf toen jij probeerde te vasten, een vaste dieet aan te gaan houden, en dat doet dus vermoeden dat de voedingstoestand in je lijf op het moment dat jij begon aan het vasten slecht was, de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstof in je lijf niet goed verliep, de zuurtegraad in je leverweefsel te hoog was, waardoor die enzymen in jouw lever niet goed konden werken en jouw lever niet goed in staat was om snel genoeg na daling van je bloedsuikerspiegel nieuwe glucose te vormen om dat weer te verhogen.